Hallo daar, kijkers van Koenkeer. Fijn dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe aflevering. Vandaag gaan we iets anders doen, namelijk Star Wars Battlefront nummer 2. Een game die ik nog niet heb gespeeld op dit kanaal, maar wel van plan was om te gaan spelen. Dus here we go. We gaan even inkomen met een co-op missie. We kunnen een Republic separatistje worden, we kunnen rebelletjes zijn, we kunnen een galactische empire zijn, resistance of een first order. Ik ga gewoon voor de Galactic Republic. Kijk, ongekend. Oh, en ik zie dat we trouwens al bijna aan het verliezen zijn. Dit is meteen chaos. Weet je wat ik met de chaos doe? Mitrailleuren. Waar zijn die rode stippels? Daar allemaal. Je moet een beetje hier dichterbij komen, je moet echt die vijandjes uit... Ah, oké, zeg maar. Is daar? Ja, ze daar. Ja, ik kan kills pakken hier, hoor, maar het heeft geen zin, want ik kan niet dichterbij komen. Ik kan doek uitschakelen. Hoppa, kan doek eens neer. Ik wou zo meteen ook niet, als ik even mijn schild niet gebruik. 8 HP, het is niet helemaal niet top. Pik, ik word in mijn rug geneukt. En de fiets. Nou, mooie binnenkomst. Mooi inkompotje. Echt fantastisch. Ik hoop trouwens voor de mensen die een toetsweek hebben of gehad hebben. Ik hoop dat die goed is gegaan of dat je hem nog gaat doen. En dan hoop ik gewoon dat het goed gaat. Officer vind ik ook wel prima om te doen, maar een specialist, of een sniper, dat is toch echt daadwerkelijk het meest gore karakter dat je kan zijn. Ja man, ik vind het een goed plan om een fucking droid te mappen. Ik ben echt heel slim. You will be remembered. You will take your heroic story back to the Republic. Hoppa, oprotten. Kijk, deze characters, weet je, die hebben meer health. Die hebben wat sterkere abilities, sterkere wapens. Dus die kunnen wel wat langer mee als je ze goed gebruikt. Kijk, dan kan ik gewoon zien waar ze zijn. Oh god, nu zie ik heel erg goed waar ze zijn. Oh, niet nodig. Oh, weer weg. Oh, 28 p. Dit gaat heel snel omlaag. Laat me even dekken zoeken. Afstand nemen, want ik heb natuurlijk wel guns. Dan moet je een beetje afstand kunnen nemen. Zo'n maatje als een maatje. En... oh ja, dat is een commando droid. Weet ik ook allemaal. Ik weet heel veel van Star Wars, ik zweer het. Even een granaatje gooien. Bam, jongen. Prachtige damage. Oh, prachtige damage om mezelf overigens. Oh, dat bos. Even een koffer geven. Hoppatee. Ik ben natuurlijk echt knijtergoed. En ik moet nu echt knijter mijn bek gaan houden. Hallo, motherfucker. Want ik krijg een knuiter aan de tank om af. Die tank wil mij af. Ik zie wel wat hij doet. Maar dat maakt niet uit, want die is neer. Dus, oké. Maar je moet dat natuurlijk niet vergeten, Dark Maul. Ik zie die net vies. Oké, ik heb een vies getaserd. Dat is heel low. Ah, ik ben dood. Maar ik heb heel veel punten waarschijnlijk. Ja, 16.000. En nu 17.000. Gaat verdamme. Eet je bakken. Chewbacca. Blubacca. Ik snap dat hij heel overrated of underrated is. Maar Chewbacca kan nog best goed zijn. En vooral als je tegen een Sith moet vechten, want het is echt een van de ultiemste counters. Nou, tenzij ik dit doe. Zijn wel sterkere kogels, maar die kunnen die lightsaber kous dan wel counteren. Dat vind ik wel een beetje jammer. Hier, kijk waarom. Ah, weer zonde. Nou, dan heb ik er wel genoeg met jou. Hup, verdediging, hoppa. Weg jij. Ik heb als verdediging. Hoppa. Even uitkijken. Die aanval. Oh, we hebben een Discord appje. Oké, even kijken. Oh, jammer. Oké, ik heb ze een beetje weggejaagd. Ik hoop dat een maatje... Nee, hè? Nee, dat is jammer. Oh, mijn god. Iedereen was er dood. Ik was tegenover op de checkpoint. Speeder. Hoe is het met jou? Rookbom. Met een solar scan. Hoppatee, ook weer neer. Nom. Ik kom heel dichtbij. Oh, raketje. Oh jee, nog 30 HP en dan dood. Weer een speeder, wat is dit? Speeder zijn helemaal niet zo heel goed. Maat, waar is hij? Oh, daar. Zit je mij even onder mij te komen? Vind ik helemaal niet zo prettig. Vind ik helemaal niet zo leuk. Vind ik niet zo fijn. Nee. Ik geef geen consent. Bro, ik wil vol zicht op je. Maar net. Hoppa. En hoppa. Ah, je mist weer. Beter. Hoppa. En hoppa. En ja. Hoppa. Wat een chaos zit dit, jongen. Jee. Woe. Ik kan me niet herinneren dat Yoda altijd zo goed is.
Maar hoe ver kunnen wij dit toch stand houden? Daar kom ik nu achter. Twee beesten die tegelijk, even kijken hoe het gaat. Ik ben veel te roekeloos, heb ik gemerkt trouwens. Maar bro, de kills. Hey, Chewbacca. Blubakka. Hand-to-hand combat is Chewbacca echt waardeloos. Maar daar moet je het ook echt op afstand houden. Komen. Even afstand nemen. Ja, niet nodig om die damage te pakken. Nodig om die kills te maken. Hop, weer levelen. Even terug. Pak veel te veel damage. Even healen. Even regeneren. Blijf verdedigen, want die kogels komen ook gewoon op je af. Die kogels zijn echt niet klaar met je. Echt, dacht het even niet. Ik zie een Yoda. Dacht ik al. Zijn groene lightsaber. Dat is nu wat goed. Even elektrisch. Klapje erbij. Yoda, jemig Christus. Die is slim. Ja. Pak het ritme. Yoda kapot. Afstand nemen. Kijk, dit zijn tactiekjes. Maar kijk, nu zijn er heel veel guys daar. We gaan wachten op heals. Ah, attack deel 2 begint weer. Een grote kans dat ik dood ben. Kijk, bij 100 HP gewoon ren ik weg. Oké, 100 HP. Ah, jammer. Weer op de 4. Wat is dit? Naboe is niet mijn strijdveld. Kijk. En nu ben ik degene met de 51.000. Lekker weer. Kijk. En elk verlies is gewoon een winst. Beste mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze eerste aflevering van Star Wars Battlefront 2. Vonden jullie dit nou een leuke video? Doe dan dat blauwe duimpje omhoog. Willen jullie meer van dit soort afleveringen zien? Meer van dit soort video's? Klik dan gewoon lekker op dat mooie rode abonneerknopje. Graag tot ziens!